Hallo, ik ben Hinke en dit is de november 2017 kaartlegging van de engelen voor de maagd. Gaan we even kijken voor het sterrenbeeld maagd. Heb ik de kaartjes van Angel Therapy. Oh, even, ik hoef de kaartjes natuurlijk niet te zien. Voor de maagd, november 2017. Oké. Het wordt een driekaartlegging. Is even extra. Oké. Gaan we even met het eerste kaartje beginnen voor jullie, maar voor november. Dit is het recente verleden. Dansen en zingen. Express yourself and awaken your psychic senses to magical power of music and movement. Dus door dansen en zingen, werd je bewust van dingen, heeft bepaalde gevoelens bij je losgemaakt en kan nog steeds losmaken. Hè? Dat is belangrijk. Wat willen jullie er verder nog over zeggen, engelen? Joy is een, ja, happiness is een hele goede staat om jezelf in te zetten. Hè? Zeker als er veel dingen ook zwaar zijn, zijn er momenten van joy nodig om ook in balans te komen, zeg maar. Okay. Het nu gaat over het basischakra, het eerste chakra. Choose only positive thoughts to describe your home, career, finances as your words demand your ink. Oké, alles wat je zegt, dat wordt naar het universum gedaan. Dus als je dat negatief doet, dan komen er ook negatieve dingen op je pad. En doe je dat positief, komen er positieve dingen op je pad. Hè? Dus wees wijs met wat je allemaal in het universum brengt. Basischakra is het chakra van zorg maken. Dus probeer niet alle zorgen in je lichaam te zetten, want dan word je er misschien ziek van. Hè? Wat je kan doen om het basischakra open te maken. Ja, resultaten van het basischakra uiten zich in botten, benen en spieren. Dus dat is nogal wat. Dus misschien heb je een heling nodig. Misschien kan je zelf ook wel bezig door heel veel te gronden. En al gronden wil zeggen, je voeten verbinden met moeder aarde, connecten met moeder aarde. En als jullie er meer over willen weten, kunnen jullie ook bij mij terecht natuurlijk. En dan wordt de toekomst. En de toekomst is bij jullie toch, hoe moet ik het zeggen? Er komt nog wat angst in de toekomst. Een vraag aan het engel Michael Raphaël om jullie, maar misschien ook wel dat er dingen vrijkomen. Hè? Doordat je zingt en danst komen er misschien dingen omhoog waarbij je je weer zorgen gaat maken. En dan zeggen ze in de toekomst, zeg je, ik ga de engelen vragen of ze de angsten weg willen nemen van mij. Ik heb al lang genoeg aangevoeld hoe dat voelt voor mij. Ik zal even zeggen wat er precies op het kaartje staat. Call upon Archangel Michael and Raphael to lift your fear-based energy from you, your surroundings, the situation and everyone involved. Dus ga eerst, blijf bij jezelf, hè, als eerste. En zeg van, oh, al die angsten die zich hebben opgestapeld in mijn lichaam, zeg maar. Ik geef het nu over aan de bron, de engelen, Michael en Raphaël. Michael voor kracht, Raphaël voor heling. Hè?
En misschien is de toekomst mooier zonder negativiteit in mijn lichaam. Hè, met positiviteit, dat je daar naartoe kan gaan. Er zit een extra kaartje bij. Van de aardse engel en engel op aarde. You are a light worker who has come to earth to teach about love. Dus er zitten mensen van jullie bij die dus zelf ook gaves hebben. Hè? En door ook alle angsten weg te halen, komen er misschien nog veel meer mooie dingen naar boven. Dus er zijn mensen van jullie die nog verder kunnen op het spirituele pad. Eventueel kan ik jullie daar ook bij helpen. En wat willen jullie nou zeggen, engelen? De engelen kennen geen angst, hè? Geen twijfel. Liefde is de basis van alles. Dus als je de liefde aan jezelf geeft, aan je omgeving, dan ben je eigenlijk zo goed voor jezelf bezig. Als de angsten, alle angsten die allemaal in je lichaam zijn opgestapeld, dan ook nog weg kunnen gaan. Dan wordt het een mooi iets. Maar hier zijn alle vlindertjes, zeg maar, die rondfladderen van de spiritualiteit. Dus laat de spiritualiteit ook in je toe, hè? In zingen en dansen kan je al mooie gaves misschien gevoeld hebben. Oké. Maar zorgen maken en angsten, dat is nog even een tijdje waar je in zit. Maar we gaan nog even een extra kaartje leggen. En dat zijn de dagelijkse Daily Guidance kaartjes van Doreen Virtue. Wat kunnen jullie nog zeggen over het algemeen deze maand? Of over deze reading? Alles is goed. Hè? En dat wordt het uiteindelijke resultaat. Als die angsten weg kunnen gaan, val niet terug in de vertwijfeling. You are safe. And the situation is under perfect control of the divine and the universe. Only infuse loving thoughts and emotion into a situation and ensure that the highest possible outcome flows effortlessly and through you. Dus als je om iets vraagt, dat wordt het uiteindelijke resultaat. Nou, misschien duurt dat wel nog een tijdje, hè? Maar uiteindelijk, ook weer de maan erachter. Dus nu met de volle maan. Hè, goede tijd om te zeggen, maan, help me om ook lekker vredig te voelen en positief te blijven. Maar als je positiviteit in je leven kan zetten, dingen los hebt gelaten, dan komen de mooie dingen op je pad, op jullie pad. Oké. Dit is het voor november. Ik wil jullie heel veel liefs wensen voor deze maand. Heel veel geluk. Voor mensen die een persoonlijke reading nog of healing willen hebben, kunnen jullie me bereiken onderaan de pagina. Allerbeste. Tot volgende maand.